Welkom bij de bank. Bij mij op de bank zit Renate Overgoor van Dansschool Rebounds. Nou, jij natuurlijk ook welkom, Renate. Dankjewel. Ja, ik wilde eerst even met je teruggaan, want waar heeft jouw wieg gestaan? Ik ben geboren in Langendijk, dus echt een geboren getogen Langendijker. En ja, daar heb ik eigenlijk wel mijn hele jeugd heb ik daar gewoond. En kwam jij in een sportieve familie terecht? Ja, toch wel. Niet zozeer dat mijn ouders ook aan dansen of iets daarvan deden. Maar altijd wel bezig geweest. Mijn vader op voetbal, mijn moeder op volleybal. Dus wel echt de balsporten. Maar wel een sportief gezin, altijd wel in beweging. Ja. En wat deed jij? Ik ben begonnen heel jong al met turnen. En ja, langzamerhand een beetje doorgegroeid dat dat wat landelijker werd, landelijke wedstrijden. En ja, dat heb ik eigenlijk wel een hele lange tijd gedaan, tot en met mijn 16e eigenlijk. Dat hield dus in dat je heel gedisciplineerd moest zijn. Ja, zeker. 3 keer in de week trainen. En af en toe ook nog een extra training op zaterdag of zondag. En dan nog de wedstrijden. Dus dat was altijd wel, wel druk, maar wel heel leuk. Ja. Als je jong bent, is dat toch wel heftig, lijkt me. Hè? Want om je heen gaan natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes allemaal andere dingen doen. En jij hebt echt dat je dus dan 3 keer in de week dat doen moet. Daar moet je wel heel veel ervoor voelen. Ja, dat kwam ook omdat het heel goed ging. Natuurlijk begin je eerst met 1 keer in de week, 2 keer in de week. Nou ja, dan gaat het goed. Dan win je een paar wedstrijden. Nou ja, dan zodoende ga je al meer trainen. Maar ik hield nog genoeg tijd om leuke dingen te doen. Genoeg tijd over. Weet je nog dat je de eerste keer een prijs won? Ja, dat was denk ik met de onderlinge wedstrijden op de vereniging zelf. Ja, dat zijn de kleine wedstrijden waar je dan mee begint als jong meisje. Ja, en dan sta je opeens op het podium en heb je medaille. Ja, dat is echt fantastisch. Het zal wel een van de euforisch geheel zijn dan, hè? Ja, ja, dat is dan echt je eerste prijs. Je probeert natuurlijk zo goed mogelijk altijd de oefeningen te doen. En als dat dan beloond wordt en dan echt nog een medaille ervoor krijgen, dat was heel, ja, heel leuk. Was dat ook een extra stimulans? Ja, je wilt natuurlijk altijd de volgende keer ook weer een medaille halen. Dus dan ga je meer trainen, meer oefeningen doen, wat moeilijker oefeningetjes. En dan hoop je dat het de volgende keer weer net zo goed gaat of beter. En ging je dan inderdaad ook verder het land in? Ja, Texel, zijn het hele land zijn we wel een beetje doorkruist. Ja. Ja. En hoe is het dan als je dan daarna weer teruggaat en geen prijs gewonnen hebt? Soms is het best wel eens eventjes een teleurstelling. Dan gaan er bijvoorbeeld 20 door naar een Noord-Hollandse kampioenschap. En dan ben je net reserve of 21ste. Nou, dan hoop je eigenlijk dat er iemand uitvalt, maar vaak gebeurt dat natuurlijk niet. Dus dat is dan, ja, dan baal je op dat moment wel eventjes. Maar ja, je hebt je best gedaan en volgende keer weer verder. Dus gewoon dan doorgaan? Ja, gewoon doorgaan en weer proberen. Ja. Je hebt het, je zei tot je 16e gedaan? Ja, zo ongeveer tot mijn 16e. En ja, als je ouder wordt, dan komen toch ook wel een beetje meer de blessures en herstel je allemaal wat langzamer. Op die leeftijd al? Ja, zeker met turnen. Als je dan wat meerdere keren in de week turnt, dan is het niet alleen de blaren en het door je enkel gaan. Maar ja, dan heb je op een gegeven moment soms ook wat ergere blessures waar wat langer tijd voor nodig is. En dan, want wat kan je oplopen? Nou, ik heb bijvoorbeeld shinsplint opgelopen. Wat is dat? Dat is een ontsteking aan je scheenbeenvlies. En dat komt doordat je zo vaak te hard springt. Eigenlijk een soort overbelasting waardoor je vlies ontstoken is. Ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Maar ja, dat moet rusten. Maar ja, dat kan eigenlijk niet rusten. Nee, gebeurt het dan wel dat je rust? Toen hebben ze mij 6 weken in het gips gezet. Dan dus moet je wel. Ja, dus dan moet je wel. Dus dan rust het inderdaad wel. Maar toen was het voor mij wel een moment van, ja, wat wil ik? Wat ga ik doen? En toen ben ik eigenlijk overgestapt naar het dansen. Is dat een grote overstap? Op dat moment vond ik van niet. Want zowel met turnen als met dansen gebruik je ook bij turnen dansen op muziek. Eigenlijk met een vloeroefening. En dus wat dat betreft ritme, dat ligt wel wat dichter bij elkaar. Lenigheid heb je ook wel nodig voor dans. Mm-hmm. Maar goed, echte danspasjes leer je natuurlijk pas echt als je gaat dansen. Ja. En die overgang kwam echt doordat je dacht van, nou, turnen gaat niet verder worden op deze leeftijd? Ja, eigenlijk wel. Ik dacht, wat ligt er nou het dichtst bij turnen waar ik mezelf ook goed bij voel en waar ik de ervaring van het turnen mee kan nemen in welke sport dan ook.
Nou, dat waren voor mij geen balsporten. Dat is niet mijn ding. Dus daarom dacht ik, nou, de dans is... En ik vond het ook leuk in een groep, met elkaar. Maar toch doe je voor jezelf je eigen oefening. Dus ja, dat... En daarna, daarnaast werkte je op een gegeven moment? Ja, zeker. Ik werkte eigenlijk fulltime, gewoon 38 uur. Ik ben begonnen in de horeca. En ik heb ook hotelmanagement gestudeerd. In Heerdegewaard bij Babylon kwam er destijds een hotel. Dat heb ik samen met nog iemand heb ik dat opgezet. En ja, al meer de hotellerie eigenlijk ingegaan. Met mijn opleiding heb ik ook stages gehad in de hotellerie. Dus horeca, hotellerie was op dat moment wel een combinatie. En, samen met dansen? Ja, samen met de dansen inderdaad. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je in de horeca ook vaak 's avonds moet werken dan. Is dat dan Klopt. Niet een belasting als je ook nog danst? Nou, ik had het wel zo afgestemd dat de danstijden, de dansdagen, dat ik dan niet hoefde te werken. Maar soms had ik dan wel eens een optreden in het weekend. Ja, dan had ik bijvoorbeeld 's ochtends een dienst en dan moest ik 's avonds dansen of andersom. Dus, nou ja, als je jong bent kan je veel aan, hè? Zeker, zeker. Als je jong bent dan past dat allemaal nog wel zo in elkaar dat dat wel gaat. Ja. Maar er kwam natuurlijk ook een moment dat je meer wilde dan alleen maar gewoon zo dansen. Klopt, ja. Ja, op een gegeven moment heb ik best wel wat jaartjes gedanst en wat optredens gedaan. En zelfs ook in het wintercircus gedanst. Toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk zo leuk. Ik wil het ook eens van de andere kant meemaken. Ja, het wintercircus? Ja. Dat is wel heel apart. Ja, het wintercircus Seim. Dat is hier eigenlijk van Alex. Van Alex inderdaad. Ja, daar ben ik toen met nog drie meiden zijn we daar echt 2 weken rond de kerstperiode eigenlijk dag in dag uit hebben we daar gestaan. Ja, dat was voor mij echt een hele ervaring. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want het is een bijzonder leuk circus. Zeker. Ook. Ja, voor jong en oud en heel veel buitenlandse artiesten natuurlijk, jongleurs, alles zit erbij. En dat is juist leuk. Het is echt een familie. Zoals ze zeggen, dat is ook echt zo. Ja. En het is ook, zit ook gewoon heel mooi in elkaar allemaal, hè? Zeker. Alex is daar heel goed in. Ja, Alex is echt... ik ga er eigenlijk proberen ook elk jaar nog daar naartoe te gaan. Om gewoon te kijken. En dan zie ik hem eventjes kort. En hoi, hoe is het? En dan is het toch wel heel leuk om elkaar eventjes te zien. Ja, want voor hem is het natuurlijk ook wel heel belangrijk... dat hij goede mensen heeft die mooie acts kunnen presenteren. Zeker. Ja, daar draait het circus natuurlijk op. Je moet elk jaar maar weer de acts verzamelen. En Alex, ik weet dan dat hij van Alex ook heel vaak naar het buitenland gaat. Ja. Om diverse acts uit te zoeken en zo weer een mooi programma neer te zetten. En volgens mij gaat dat elk jaar nog best wel goed. Maar wel heel leuk dat je daar dan ook gedanst hebt. Ja, echt heel leuk. Maar ook tussen verschillende, tussen de paarden hebben we gedanst. We hadden echt verschillende acts. Tijdens de hele show. En bedachten jullie die zelf dan? Of, nee. Toen hebben we nog hulp gekregen van Judith, onze dansinstructrice. En die heeft het een beetje in elkaar gezet. En in de zaal gingen we dan oefenen. Maar ja, het is natuurlijk heel anders dat je opeens in de ronde piste staat. Waarbij je van alle kanten wordt bekeken. En niet alleen maar dat de mensen van de voorkant natuurlijk je aan zitten te kijken. Dus dat was best nog wel eventjes lastig. En je moet soms ook improviseren. Wat je natuurlijk niet in een les soms kan leren. Maar daar leer je juist wel zelf heel veel van. Ja. Maar het lijkt me inderdaad een beetje eng als het dan de eerste keer is. Hè? Je zegt al, rondom zeker. Zitten mensen naar je te kijken. Ja. De eerste keer was echt enorm spannend. Gelukkig ben je wel met nog drie andere meiden die toch ook wel hetzelfde gevoel hebben. Ja. Gelukkig maar. En heb je wel wat steun aan elkaar, weet je, je zit samen in de kleedkamer, je leeft er ook naartoe. En dan aan het einde van de show heb je altijd de samenkomst waarbij alle artiesten dan in de piste komen. Ja, en dat was zo'n leuk gevoel dat je dacht, het zit erop en we hebben het gedaan. En dat was echt de eerste keer, wel echt een euforisch moment. Ja, daar kan ik me echt wel alles bij voorstellen. Ja. Ik heb je gevraagd om een muziekclip op te geven. Klopt. Wat is het geworden? Meghan Trainor met I Feel Like Dancing. Nou ja, dat is eigenlijk wel mijn liedje, om het zo maar te zeggen. Ik heb altijd wel zin om te dansen. En als ik me eventjes niet goed voel of dat je denkt, het zit niet zo lekker in mijn vel.
even lekker een muziekje aan en dan eventjes je verstand op nul. En de keiharde muziek aan en dan lekker eventjes dansen. Dan wel alleen, dan wel met de meiden van de dansschool. Dus ja. Dan gaan we daar nu naar kijken. Ja. Ja, dat was Meghan Trainor en Better When I'm Dancing, hè? Klopt, ja. Ja, nou ja, goed, je zei al, soms moet je gewoon dansen om iets weg te krijgen bij jezelf. Ja. Ja, nou, je bent dus blijven dansen. Op een gegeven moment wilde je toch wat meer, hè? Ja, klopt. Vanuit het dansen ben ik zelf gevraagd om les te geven, ter vervanging van zwangerschap. En nou, dat heb ik denk ik anderhalf jaar gedaan. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik dacht, nou, dit gaat eigenlijk best wel goed. En nou, zodoende heb ik het overgenomen. En ja, ben ik vanuit daar eigenlijk gestart met denk ik 20 kinderen. En verder eigenlijk uitgebouwd naar meer gewoon mijn eigen gevoel. Dat ik dacht, oh, die dans is leuk. Ja, en zo eigenlijk uitgebouwd. Ja, dat is best wel een risico wat je dan neemt, hè? Om voor jezelf te gaan beginnen. Ja, dat was best wel spannend, want ja, wat komt er allemaal bij kijken? Het is natuurlijk altijd wel een beetje voor de leuk, zeg maar, geweest. Maar nu ging je het echt zelf doen. En er komt natuurlijk heel veel verantwoordelijkheid bij kijken. Je doet het allemaal zelf. Als jij er niet bent, niet echt iemand anders die het op dat moment voor je doet. Dus ik heb wel veel geleerd. Maar ja, hard het is wel werken. Goed gegaan. Hard gewerkt, ja, veel energie en tijd ingestoken, vooral de eerste 2 jaar. Dan moet je natuurlijk toch de naam eventjes binnenschagen, opbouwen, dat Rebounce ook een beetje bekend wordt. En dat heb ik eigenlijk voornamelijk gedaan met heel veel lokale optredens, in het Makedo, met diverse evenementen waar ik dan... De braderie. Met de braderie, inderdaad. Ja, zo een beetje gekeken van, joh, waar kan Rebounce een steentje aan bijdragen? Wat is leuk? Wat vinden de meiden ook vooral leuk? Vond ik ook erg belangrijk. En zo ja, wat optredens hier en daar gegeven en daarmee wat naamsbekendheid geprobeerd te krijgen. Ja. Van oud tot hoe oud zijn ze bij je? Nou, de jongste is nu echt 3,5 en de oudste is 19. Ja, 3,5 is ontzettend jong, hè? Ja, zeker. Ja, ik begin officieel vanaf 4 jaar bij de kleuters. Maar ja, de ene van 3,5 is de ander niet. Nee. En ik zeg altijd, joh, kom gewoon kijken of het gaat. En nou, de een die staat de hele les stil en die denkt, dat is allemaal te overweldigend. En de ander die huppelt zo mee. Dus wat dat betreft kijk ik altijd een beetje wat voor het kind ook leuk is. Ja. Bij sommige kinderen zit het er eigenlijk al bijna als ze geboren worden in, hè? Ja. Ja, eigenlijk hoe kleiner ze zijn, hoe vrijer ze zijn ook in het dans. Als ze wat ouder worden, dan gaan ze toch een beetje kijken hoe ze zich bewegen. En worden ze soms ook wel dat je denkt, oh, nou, doe maar niet. En bij de kleintjes is het juist leuk om te zien. Die gaan gewoon, je zet de muziek aan. En soms is het met een optreden zo dat je denkt, oh, hier hebben we zo lang voor geoefend. Maar hè, ze doet iets heel anders, hij of zij. Maar dat vind ik juist leuk om te zien. Nou zei je al van, je bent voor jezelf begonnen. Dat je dat niet tot je 70ste kan blijven doen. Dat denk ik waarom, niet. Dat waarom denk eigenlijk ik niet. Niet hoor, denk ik. Ja, het kan natuurlijk bent. Wel. Ja. Het wel. Maar ja. Goed, ja, we zijn allemaal opgevoed met de zekerheid die je moet hebben, denk ik. Hè? Ja. En daarom ben je ook gaan studeren weer. Ja, klopt. Ik ben vorig jaar begonnen met een studie aan de PABO. Als lerares wil ik graag voor de klas. En dat doe ik deeltijd op dit moment. En dat kan ik heel goed dus combineren met de dansschool en daarnaast dus de opleiding. En sta je ook al voor de klas? Ik heb al wel voor de klas gestaan als zijnde leerkracht. Momenteel eventjes niet, ben ik druk bezig met stage en met school. En door gezondheid gaat dat nog niet helemaal. Maar het is wel de bedoeling dat ik straks natuurlijk zo snel mogelijk voor de klas ga staan. Ja. En hoe voelde het toen je als stagiair al voor de klas kon staan? Ja, heel leuk. Ja, het was eigenlijk wel een vergelijking met dans. Je hebt natuurlijk met dans heb je bepaalde kinderen, leeftijdscategorieën. Ja, elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen charme. En dat zie je ook wel terug op de basisschool. Dus ik zag wel bepaalde dingen terug uit het dansen. Dat ik dacht, oh ja, zo, dat hoort bij die leeftijd. Dus dat was voor mij wel een pluspunt. Maar ja, je ziet ook zoveel andere dingen.
op school. Ja, het is toch iets anders, denk Zeker, ik. Zeker, het is een hele andere discipline. Je gaat ze lesgeven. Ja. En ja, dansen is toch wat vrijer. Ja, dansen is wat vrijer. Er mag wat meer. Nu mag dat bij de kleuters en groep 3 ook nog wel. Maar van groep 3 wordt het toch wel van je verwacht dat je netjes achter het bankje zit en schrijven en rekenen gaat leren. En dat, dat is soms wat meer regeltjes dan bij het dansen. Ja, zeker. Ja, en ik denk dat ze ook tegenwoordig iets minder gedisciplineerd zijn, hè? Ja, als ik dat een beetje vergelijk met mezelf. Wij zaten echt dagen gewoon achter de bank en achter het tafeltje. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. En dat lijkt mij, dat hoeft ook niet, gelukkig. Je kan niet van een kind verwachten dat hij een uur stil zit achter een tafeltje en alleen maar rekensommen zit te doen. Ik denk dat dat wel een combinatie kan zijn en moet zijn van bewegen en leren. En ik hoop dat met mijn eigen vaardigheden die ik nu al een beetje heb, straks ook een beetje te kunnen toepassen in het onderwijs. Nou, het voordeel is dat je natuurlijk al kinderen gewend bent in die leeftijdscategorie. Ja, ja, dat is waar. Ja, je weet een beetje wat ze kunnen. Je weet een beetje op welk niveau ze zitten. Al is dat natuurlijk didactisch soms heel anders. Ik heb ook kinderen die zitten bij mij op dansen. Die zitten bij de basisschool speciaal onderwijs. Dat heeft toch weer een hele andere benadering nodig dan dat je ze in de dansles ziet. Dus wat dat betreft is verschil dat zeker wel. Ja. En hoe lang moet je nog? Ik doe de 4-jarige deeltijdopleiding. Dus ik zit nu in het 2e jaar. Dus ik moet nog 2 jaar. Maar als het eventjes kan, dan hoe sneller je dingen hebt afgerond, hoe sneller je de stages ook kunt afronden en eerder voor de klas kunt staan. En heb je dan ook al een idee op welke school je het liefst les zou willen geven? Nee, momenteel nog niet. Ik ben momenteel nog natuurlijk aan het stage lopen en ik probeer zoveel mogelijk van elke school een beetje te proeven. Verschillende onderwijsdisciplines ook en kijken wat het beste bij mij past. Maar voor nu heb ik nog niet een bepaalde school dat ik denk, daar wil ik later gaan werken. Of nee, dat. Maar zie je wel al verschillen tussen scholen? Ja, zeker. Ik heb wel verschil tussen scholen nu al gezien. Ja, ik heb afgelopen jaar heb ik stage gelopen bij een OGO-school. Dat is onderwijs ontwikkelingsgericht. Ja, dat is niet met methodes of dergelijke. Dat is meer eigen ontwikkeling van het kind staat voorop. En nu loop ik stage bij een school wat juist heel erg methodegericht is. En ja, ik zie daar wel heel veel verschillen tussen. En dat is, vind ik juist leuk ook om te doen en te kijken waar voor mij dan mijn aansluiting ligt. Ja. Ja. Ik heb je natuurlijk ook gevraagd een filmtrailer. Ja. Wat is het geworden? Dat is The Lion King geworden. En The Lion King is nu natuurlijk weer opnieuw verfilmd. Helemaal met betere beelden dan vroeger. Voor mij is de tekenfilm natuurlijk heel nostalgisch. Dat was echt de film in mijn tijd. Dat je dacht, dat is. Je ziet ook het opgroeien van het leeuwtje natuurlijk. Naar uiteindelijk de grote ontwikkeling. Ja, en nu heb ik de nieuwe film ook alweer gezien. En dat is wel fantastisch. Ja. Ja, zeker. Gaan we er nu even naar kijken. Ja, dat was de trailer van The Lion King. Ja, dat is een bijzondere film, hè? Zeker. Ja, The Circle of Life is het. Ja. Nou ja, dat maken we denk ik allemaal wel mee met ups en downs en alles wat daartussenin zit. Ja. Ja, jij bent dus met 2 dingen bezig. En de dansschool en je studie om kinderen op de lagere school les te gaan geven. Klopt, ja. Een druk leven. Druk, maar leuk, denk ik. Ja, ik weet ook niet beter om het zomaar te zeggen. Ik heb altijd wel lekker gewerkt en daarnaast actief meegedaan aan sporten. En wat doe je nou als je helemaal vrij bent? Het liefst zelf? Het liefst als ik echt helemaal vrij ben. Gewoon bijkletsen met vriendinnen. Eventjes ergens een borreltje doen. Even langs het strand. Of gewoon soms ook even lekker een filmpje kijken op de bank. Gewoon eventjes helemaal niets. Dus dat is wel fijn. Heb je er ook wel tijd voor? Ja, de ene maand wat meer dan de andere maand. Maar er zijn soms weken, de drukke periode komt weer aan natuurlijk. Waarin je dag in dag uit wel dan wel met school bezig bent of met dansen.
Ja, het dansen zie ik momenteel niet echt als werk. Dat is meer gewoon wie ik ben. En het is voor mij logisch om bepaalde dingen te doen, eigenlijk. Ja. Ben je al met de voorbereiding van een voorstelling weer bezig? Ja, zeker. Ja, ik kan nog niet te veel verklappen natuurlijk. Maar in januari ga ik dat bekendmaken, waar de dansshow zal zijn en de eindshow. Wel ben ik natuurlijk bezig met de kerstshow. Dat is 21 december is dat weer. En dat is gewoon op de locatie zelf. Dus daar zijn ook alweer de voorbereidingen vol mee in de weer. Ja. Daar zijn de kinderen dus druk mee bezig al. Ja. Ze zijn druk aan het oefenen. En vorige week heb ik gezegd tegen de kinderen van, nou, niet te veel thuis meer laten zien hoor. Want dan is het geen verrassing meer. Ja. Dus dan krijg ik van de moeders en de vaders af en toe van, nou, ik mocht niet eens meer kijken. Toen zeiden ze, ja, nee, dat is een verrassing. Dus dat is dan wel leuk om te horen dat de kinderen daar dan ook zo zelf mee bezig zijn. Nou, dat is natuurlijk ook heel erg leuk, hè? Ja, voor sommigen is dat echt hun eerste optreden. En ja, dat is altijd, het kerstshow is altijd wel sfeervol, gezellig ook met z'n allen. Ja. En het moet ook wel heel spannend zijn als je zo klein bent en dan voor het eerst voor het publiek gaat optreden. Hè? Ja, dat is voor sommigen nog heel spannend. En in de danszaal zelf is het dan nog een beetje vertrouwd. Maar zodra ze bijvoorbeeld op een podium gaan staan, dan heb ik wel eens meegemaakt dat ze helemaal in huilen uitbarsten. En, of niet meer durven. Niet meer durven. En dan probeer je nog wel eens, hè, dan gaan we samen. Maar nou, dan gaan we gewoon lekker kijken. Dat is ook prima. Ja, zo is het ook. Ja, ik heb nog een paar dilemma's voor je. Oké, nou vertel. Kom maar op. Nou, dansen of voor de klas staan? Oh ja, dat is lastig. Ik zou voor nu zeggen dansen, maar voor later wel echt voor de klas staan. Ja. Ik hoop dat ik een beetje een combinatie ervan kan met de dansjuf op school, zoiets misschien. Ja, je weet het maar nooit. Nee. En dan ook een dagje meelopen met choreograaf Isabel Bernhard of met Hans van Manen? Met Isabel Bernhard, ja. Waarom met haar? Ja, haar dansstijl spreekt mij wel aan en ze heeft natuurlijk ook opgetreden in het Skagon. Ja, haar stijl spreekt me gewoon wat meer aan. Ja. Het is ook een mix van alles eigenlijk. Ja, zij is best wel breed op het gebied van dans natuurlijk. Dus daar kan ik wel nog wel veel van leren. Ja, en dan de laatste, dat gaat misschien toch wel iets over jou ook een beetje zeggen. Sushi of Hollandse pot? Hollandse pot. Ja, daar ben ik vroeger eigenlijk wel mee opgegroeid. 6 uur etenstijd, met aardappels, piepers, met groenten. En sushi vind ik heel lekker. Ik zelf lust ik geen vis, dus dan is sushi valt al best wel veel af. Maar Hollandse pot, ja, weet je, het voedt lekker. Het is wel, ja, het is makkelijk, lekker hup, alles door elkaar. En, maar ik moet zeggen, sushi, vegetarische sushi, en dat vind ik ook prima. Ja. Het zit er alweer op. Dank je wel, Renate. Dank je wel. En wat mij betreft graag tot de volgende keer.